Jan Blokhuizen, weer even terug bij je oude liefde. Ja, gaaf, ja. Ja, het was wel pittig vandaag. Niet echt veel skilieren in de benen. En, ja, dat is toch wel even doorbijten met lange mouwtjes ook. Ja, het was leuk, ja. Ben je er morgen ook bij de puntenkoers? Zeker, zeker. Ik denk dat ik dan wel even misschien wat andere techniek probeer. Misschien wat andere wielen. Want ik had niet echt veel grip. Ik denk dat we allebei wel een beetje last hebben van grip. Maar ja, morgen misschien even andere wielen. Dan kunnen we meer power gebruiken. Zo besloten we het interview na de afvalkoers van de vorige dag. Jan Blokhuizen, die samen met Koen Verweij deelnemen aan het KPN-NK weg, willen uiteraard met prijzen naar huis gaan. Maar ondervinden hier een pittige tegenstand van het reguliere peloton. Echter, de twee zouden het nu met de puntenkoers beter gaan doen. Om niet te zeggen heel goed. Het was een kwestie van andere wielen en aangepast rijden. De uitslag was volgens verwachting en de Dullies bezetten de twee eerste plekken. Overigens lag Meppels Sjaak Schipper ook goed op koers, maar zag zijn lokkend zilver in brons veranderen. Nadat Koen Verweij de laatste punten pakte. De titel was voor Jan Blokhuizen. Jan, wie had dat gedacht met een titel naar huis? Ja, ikzelf. Nou ja, gisteren was een goede generale repetitie. En vandaag andere wielen van Bond erin en het ging een stuk beter. Ja, even naar de garage toe om bandenwissel. Juist. En jullie gingen als een trein samen met Koen. Maakte hier een mooi spektakel van. Ja, vandaag hadden we de tactiek iets beter doorgesproken. Omdat we toch tegen een overmacht van Meppel en naar boven reden. Dus ja, vandaag liep het gewoon top. Ja, dan gaan we met titel naar huis. Mooi. Ja, dat was even een leuk uitstapje. Heb je in Mallorca ook veel geskielerd? Ik heb in Mallorca denk ik wel een paar keer op de skiers staan. Meestal naar training toe. Reken bijvoorbeeld naar een looptraining. Reken even lekker op de skiers ernaartoe. Of een krachttraining. Dus dan pak je wel een beetje gevoel. Maar ik denk dat ik gisteren wel echt even in de benen nodig had, ja. Ja, even één trainingtje gisteren en vandaag gewoon simpel winnen. Ja, nou goed, zo simpel is het natuurlijk niet. We trainen gewoon 5 keer in de week. En ja, dan heb je gewoon een goede basis. Maar als je dan een beetje skielgevoel pakt, dan kan je gewoon lekker meedoen. Ik ben nieuwsgierig hoe het volgende week gaat in Staphorst, NK Marathon. Ja, dan zijn waarschijnlijk de echte skielertoppers van Nederland er ook bij. En ja, ik denk dat die wel een stukje beter uit de voeten kunnen. Maar ja, goed, ik ga starten en ik ga het gewoon lekker proberen. Zien we wel.